Ewan mo tani parkeito. Ni mag mo may isko mo fertelo. Torte sa bawihin. Same thing oh. Snel ko na realisero. Habang sa tingin, snel ko na realisero. War under ang idiotang bedrock sa 7200 SRD. At sa nooit sa rin katuwarta, aswe ni ta abstan sa hakuma. And warong, sa hapa ta masakasin sa apolo pa 200 and tatim sa lahat ng skriko. Tatim sa lahat ng skriko. Sa pagkita, ain din. So warong, alamal, ain in onsis suno. Masisay ni Tarbalan. En ze wanen zichzelf als prinsessen en prinsen. Laat mij u zeggen. De brief die aan B was gegeven, is niet eens naar binnen gegaan. Het was gewoon in zijn auto in die koffer. Het is per ongeluk of hoe dan ook open gegaan. En bam, daar valt die brief. Om te zien... Waar? Daarom geloof ik niet. Ik geloof niet in, en ik heb er nooit geloof in gehad, om brieven te schrijven. Die mannen gooien die dingen weg. Die mannen, look at this, Sunny. Ze kijken niet ernaar. En ik heb het gezegd, ik ben niet bang. Wie wil mag me bellen om met ontslag te gaan. Ontslag, nee, kies zomaar. Zelf bij particulieren gaat het niet 1, 2, 3. Mensen, jullie moeten op je hoede zijn, je moet je rechten kennen. En deze mensen, deze regering, ze maken ons dom. Ze willen ons dom blijven houden. En we moeten wakker worden. Waarom als de politiebond staat, of de KPA of wat dan ook, is er binnen minimaal 24 uur een oplossing. We moeten ophouden, we moeten ophouden en we gaan ophouden door al die mannen daar, die kornuitjes. Ik ben niet bang om het te zeggen, meneer Nerkes en die hele ploeg daar weg te halen. Er moet gewoon één bond komen, er moet gewoon één bond komen voor alle leerkrachten, basisonderwijs, VOJ en middelbaar niveau. Goedemorgen allemaal. Ik heb ook enkele punten die ik wil aanhalen. Ik heb ook naar bepaalde, naar die persconferentie van die mannen, meneer Snijders en Ramdi, geluisterd. En ik ben ook een beetje ontevreden over bepaalde uitspraken. We zijn allemaal leerkrachten en ik denk dat respect wederzijds moet zijn. Als jij als hoofdleidinggevende zo praat over de leerkrachten, dan twijfel ik over enkele zaken die jullie eigenlijk hebben rechtgetrokken. Meneer Snijder had aangegeven dat die 2500 tijdens het tekenen van het akkoord, heeft hij aangegeven dat dit voor die Chowmen is. Zijn we op zoek naar Chowmen? Zijn we op zoek naar Chowmen? Ik denk het niet. Ik denk het niet. Ik denk dat we op zoek zijn naar een beter bestaan voor alle leerkrachten. En we zijn niet op zoek naar een chauffeur. Klopt dat? Ja. En wat me ook is opgevallen, alle ministeries krijgen huldigingen. Alle ministeries worden beloond, behalve onderwijs. De leerkrachten zijn in het veld, maar ik heb nog nooit gezien waar het ministerie een of ander ding voor ons heeft georganiseerd, waar leerkrachten die hun werk naar behoren al die tijd hebben gedaan, een huldiging krijgen. Toch? Wat is het verschil tussen ons werk en alle andere ambtenaren? Ik vind het niet eerlijk. Mangere heeft aangegeven dat ze goed heeft gedaan voor de leerkracht. En ze heeft ook aangegeven, doe goed en zie niet om. Ik wil aan mevrouw Mangret dit zeggen. Toen de leden u daar hebben geplaatst, hebben ze u daar gezet om voor ze te werken. Ze is op dezelfde manier leden komen overhalen van andere banden. Ze is doorgestroomd. Ze is doorgestroomd naar die band. Dat klopt. Dat klopt helemaal. Want ik denk niet dat de leden van mevrouw Mangere hebben gekozen. Het is gewoon overgedaan.
dragen omdat meneer Vallies... Ze is doorgestroomd. Dat is die nieuwe onderwijssysteem. Ja. En ze geeft aan dat ze tandheelkunde voor jullie heeft geregeld. Jullie zijn er alleen. Jullie hebben geen achterband. Jullie hebben geen kinderen. No? Jullie kinderen horen daar niet bij. No? Oké. Okay. Dan heb je niks gedaan, hoor, mevrouw Mangre. Als je iets doet, dan moet je het goed doen. En je moet geen beloning aan jezelf geven. Het zijn de leden die jou waarderen op jouw werk. Niet jij moet jezelf waarderen op jouw werk. Ja toch? En je bent daar gezet om te werken voor de leden. Ja toch? Niet om te werken voor jezelf. Ja. Weg met Mangre, man. Ja, weg met Mangre. Goedemorgen, collega's. U weet in elk gezin heb je eentje altijd zo voor haar plek. En dat ben ik. Mevrouw Mangre praat over haar legacy. Maar mevrouw Mangre vergeet dat wij die legend zijn. Wij zijn de legends. De president en de DNA-leden, ze vergeten dat ze gekozen zijn om het volk te dienen. En niet om gediend te worden. Maar eenmaal ze nu te maken hebben met leerkrachten, dan gaan we ze leren hoe het hoort. Mevrouw Kerdek zei het al, we moeten ons huiswerk maken. En meneer B, die heeft volgens mij zomaar wat gezegd, dat de leerkrachten onmiddellijk gaan werken. Maar wij hebben gezegd, wij komen eerst naar onze achterban. We gaan het eerst met ze bespreken en daarna gaan we het besluit nemen. Het voorstel dat wij hebben, we hebben eenmaal aangegeven, we hebben geen geld om te tanken, we hebben geen geld om de bus te betalen, we hebben geen geld om te eten. Het model dat wij nu gaan toepassen, wij gaan om de ene dag naar het werk. Wij gaan om de ene dag naar school. En ik ga u uitleggen waarom. Wisa Stree Syndicaat is een nieuwe organisatie. En we zijn aan het groeien. Maar als wij één misstap maken en de regering sleept ons voor het gerecht, kunnen we binnen 6 maanden tot een jaar niet meer op straat komen. Dus we moeten voorkomen dat het recht ons ontnomen wordt. Dus wij gaan om de ene dag aan het werk en we kijken tot hoever dat mogelijk is voor ons. In die tussentijd moet de regering weten wat ze doen. Want het examen nadert. En als wij de scholen sluiten tijdens het examen, dan hebben we ook de ouders die op het dak
van de regering zullen komen. Dus dan begin je watch this step. Nee, wacht even, Mensen. Hij vroeg me of ik het woord wilde, want hij gaat afsluiten. Nee, we sluiten nog niet af. Nou, ik ga afsluiten als ik aan het woord kom. Hij gaat afsluiten als hij aan het woord komt. Mensen! Jullie hebben ontvangen toch? Een van de mensen hebben ons geld gekregen, Barney. Natuurlijk hebben we geen geld meer. Nee, maar een van de mensen hebben ons geld ontvangen. Ja? Je had vooruit gewerkt, voluit. Wat bedoel je daarmee? We hebben ons geld ontvangen een van de maand. Was dat voldoende? Nee! Het was niet voldoende. Daarom zijn we op straat gekomen. De leerkrachten van het binnenland hebben ook niet voldoende geld om voorage voor 3 maanden te kopen. Ze hebben dat geld niet. Wat is er gebeurd? Wat hebben ze gezegd? Kopen jullie voorage voor 1 maand. En daarna kan er weer voorage opgestuurd worden. En dan gaat dat weer zo. We kunnen niet thuis blijven. We gaan naar het werk. Hoe we aan kunnen komen. En als dat geld niet voldoende is voor een hele maand, dan moeten we het doen zodat het genoeg is dat we bijvoorbeeld om de ene dag naar school kunnen gaan. We moeten het bekijken. Maar ze zeggen aan ons als leerkrachten. We kijken naar het groter geheel. We kijken naar ons. Nee, we kijken nog niet naar onszelf. We kijken naar de leerlingen. We kijken naar onze kinderen. En dan pas gaan we naar onszelf kijken. Als ik naar het overgrote deel hier kijk, zien we dat we moeder zijn. En precies dat doen we. En vader. Dus, we gaan naar het groter geheel moeten kijken. En we weten dat we het kunnen. We hebben het gedaan met COVID. We hebben het gedaan dat onze leerlingen, die misschien niet altijd in staat waren internet te hebben, toch wel het werk hebben kunnen krijgen en kunnen maken. We hebben het kunnen bewerkstelligen. En nu kunnen we niet elke dag naar het werk gaan. Omdat we niet voldoende geld hebben, maar we moeten wel bewerkstelligen dat onze leerlingen niet achterblijven. En we weten precies hoe we dat moeten doen als leerkrachten. We weten precies hoe we dat moeten doen als leerkrachten. Dus ook aan Bari, we gaan thuis blijven. Waarvoor gaan we nu op dit moment thuis blijven? Ze hebben ons de wind al uit de zeilen gehaald. Eind van de maand kreeg je die 2500. We moeten niet ervoor gaan zorgen dat die mensen dat niet meer met ons kunnen doen. Dus geef ons de tijd, geef ons de ruimte dat we ons huiswerk gaan maken. En tot eind van de maand, dan pas wordt die 2500 gestort. En dan kan dit ook aan... Hoe kan blokkiezo? Want dat is niet wat we willen hebben. We willen die 2500, want we weten dat het niet voldoende is. Maar het zijn jullie, ons voorzitter. Ook de mijne, die daar is gaan tekenen voor ons allemaal. En natuurlijk komt het niet alleen ons ten goede, want iedereen in het land heeft het moeilijk. Dus na alles maak je 2500. Een applausje voor onze bondsvoorzitter. Een applausje voor ze. Nee? En ze hebben gezegd dat ik voor mijn wanneer op moet in bakken. Ik weet niet hoe we terug gaan starten. Van de moederband moet teruggestort worden. Maar in elk geval. We gaan. We tjaren.
uit de eind van de maand dat de omang. Want we hebben het kunnen doen. De tijden van COVID. En we gingen nergens. Van huis uit deden we dat. Ja mensen, we moeten naar ons. We moeten naar een groter geheel kijken. We moeten naar onze leerlingen kijken. We weten hoe we het gaan doen. We weten dat er straks examens zijn. We weten hoe we het in orde gaan maken. Wat ze nu al moeten doen, they watch them back. Want we zijn vlak daar. Geef ons de ruimte om huiswerk te maken. Geef ons de ruimte om het te doen. En dit is ons actiemodel. In een go, no was man, no man hoor, no man. Nee, vind je niet dat in een man pota olie in die tank om te gaan. Niemand kan dat met je doen. Dankjewel. Applaus voor mevrouw Martens. We zagen daar ook. Ja. Ik heb jullie even een vraag. Mevrouw Martens, de dagen dat we afwezig waren, want al is tussen een neus en lippen door, is er gezegd dat men maatregelen gaat treffen tegen de leerkrachten. Als en indien we morgen, zeg maar, naar school gaan, wat nu? Dank u wel. Een applaus voor die bezorgdheid. Een van de dingen die we gegarandeerd hebben, is dat er geen disciplinaire maatregelen getroffen zullen worden tegen de strijders. Akkoord? Is dat jouw vraag? Oké. Mevrouw Meredith zou dus... Ik heb er even nodig hier. Oké, ik ga doorpraten. En dan, ja. Mensen, laat me iets verduidelijken. Ik heb inderdaad ook gelezen dat meneer B. ons heeft opgedragen, ons hebben opgedragen om onmiddellijk de werkzaamheden te hervatten. Luister naar wat ik zeg. Ik heb ook ergens gelezen dat meneer B. ons hebben opgedragen om onmiddellijk de werkzaamheden te hervatten. Dat kan wel, maar ik was dat niet op die bespreking. Ik was wel op die bespreking waar meneer B. een beroep op ons gedaan heeft van kijk, ik kom jullie tegemoet, maar alsjeblieft ga na op welke manier we de zaak kunnen normaliseren. Dit is wat ik kan doen. En inderdaad, we hebben toen gezegd van, we hebben dat vertrouwen in u. We hebben dat vertrouwen in u. Dus wij zullen de mensen, we zijn akkoord, we stemmen in met wat we hier aan tafel bereikt hebben. En we zullen dat voorhouden op de mensen. En we zullen proberen de mensen te overtuigen dat wij voorlopig dan de zaak moeten normaliseren. Die afspraak weet ik. En laat me maar haast te zeggen dat iedereen in het bestuur in de gelegenheid geweest is om met die voorbespreking aanwezig te zijn en om ook daar aanwezig te zijn met me. Die worries die ik nu hoor, die gevoelens van ongeloofwaardigheid, die gevoelens van onzekerheid, die begrijpen we ten volle. Maar laten we geen vijanden maken daar waar we vrienden hebben. Meneer B. vond het niet zo leuk toen ik zei dat zijn president. Hij lacht een beetje en zegt, maar voorzitter, het is onze president. Ik zei, oké, dat is het mijn stiefpresident. Toch? Maar wij willen, als we niet eens zijn, dan moeten we zeggen, we zijn het niet eens. Maar we zijn met een goede understanding uit elkaar gegaan. Net zoals wij van hem verwachten dat hij zijn deel in orde brengt, zo mag hij terecht van ons verwachten dat wij ons aan die afspraak houden. Oké mensen, het regent. Ik heb nog een belangrijke, Meredith, ik heb je echt nodig. Wij hebben nog een belangrijke mededeling voor u. Zo mensen. U weet,
dat we zijn gefuseerd met het syndicaat. U weet dat we hebben gefuseerd met het syndicaat. En het is geworden syndicaat Misastri. Ons bestuur is gevormd, maar we willen nog een lid erbij. We willen meneer Mangal zien erbij. Hij is docent geschiedenis op verschillende scholen. Meneer Mangal Singh. Mangal Singh Suraj. Meneer Suraj Mangal Singh wordt ook ons bestuurslid. Welkom meneer Mangal Singh en u mag vertellen aan welke opleidingen u verbonden bent. Mensen, goedemiddag, ik groet iedereen. Ik zie een heleboel oud-leerlingen hier van de hoofdakte. Onderwijzersakte en de avondopleiding van de nieuwe leerkracht. We weten allemaal, onze voorgangers hebben het allemaal al gezegd, de knelpunten en de problemen binnen ons onderwijsproces. En we weten dat deze problemen zich al jaren voordoen. Toch? Ik ga het niet te lang maken. Het enige dat ik wil zeggen is dat wij leerkrachten, we moeten voor onze eigen zaken opkomen. Wij moeten het niet toelaten aan anderen. Anders gaan anderen het voor ons willen bepalen. Ja? We hebben die 2500 gehad. Maar dat is na 2 jaar onderhandelen. Na 2,5 jaar onderhandelen. Ja? En zoals meneer Dillenburg dat heeft gezegd. Als u even naar me luistert. Zoals meneer Dillenburg dat heeft gezegd eerder in het gesprek. Dat het een bedrag is voor maar 6 maanden. En wat na die 5 maanden? Toch? Precies. Dus het allerbelangrijkste, mijn belangrijkste boodschap hierbij is dat wij ons gezamenlijk uit al die vakbonden moeten uitschrijven en één bond moeten gaan vormen. We moeten één bond vormen voor alle leerkrachten in Suriname. Ja? Totdat er niet één bond is, gaan we onze doelen niet kunnen bereiken. Ja? En u zit allemaal hier aan tafel. We weten allemaal. We weten allemaal, meneer Blanker. Amanete Tjuku onder de tafra. Hij neemt die geld onder de tafel. We weten het allemaal. Toch? Waar andere vakbondsleiders 2 keer per maand kunnen tanken bij OW, doet hij het niet. Toch? Dus daarom zeggen we mensen, gebruik uw verstand, ja? En laten we gaan voor eenheid binnen ons onderwijsveld. Eenheid maakt macht, ja? Ja, dank u wel. Mensen, wat dat betreft... Nee, moet je even luisteren. Je gaat bebombelen. Maar ik ga reageren op wat hij zegt. Wat is er voor de moment? Suraj, ik ga reageren op wat Suraj zegt. Het moment wanneer een van die bonden tot de constatering komt dat die wordt meegezogen en met ons komt praten, dan zijn we bereid om te luisteren. Maar wanneer men denkt dat men ons moet bevechten, dan gaan wij bombelen iedereen die daar staat. Nogmaals, wanneer een bond, net zoals ik begrepen heb, we zijn in de samenleving, als ik het verkeerd heb, hoor ik het van u, dat de KOB 3 weken geleden, 4 weken geleden op straat gegaan was om te ondersteunen de leerkrachten. En vanuit de FOS is toegezegd, wij doen niet mee aan actie. We wilden acties. Toen heeft KOB gezegd, het spijt me voor jou, maar ik ga wel in actie. En zo had ik gezegd, zijn dus meededen, zijn allemaal in actie gegaan. Maar wanneer bijvoorbeeld, ik zeg niet dat dat gaat gebeuren. Wanneer bijvoorbeeld de COB ons zou benaderen van, hé, wat gebeurt er, Jan Blank? Je bent altijd onze ondersteuner, maar wat gebeurt er? Laten we praten. Dan zijn we mogelijk bereid te praten. Als dat is door KOB, als dat is door COB, door SOB.
Het moet niet zijn vanuit FALS. En ik zou zeggen waarom. Omdat de FALS een lege organisatie is. De FALS heeft geen recht persoon. Dus als nergens van ik kan bevorderen dat de KOB met jullie kan praten. Ik kan bevorderen dat SOB of COB met je kan praten. We gaan niet met iedereen praten, want zorgen van ze zijn goed vals, dat weten we. Dus wanneer men straks een leegloop heeft met die banden, moet men niet zeggen dat het aan ons ligt. Want wij hebben de kans gegeven om zich... Maar mag ik het bestuur van het syndicaat hier hebben, alsjeblieft? Want je gaat weer eens moeten lopen zoeken. Mensen, dus nogmaals, wij hechten aan onze geloofwaardigheid. Als er mensen zijn die zeggen dat call, ammo, syndicaat, zeer onnoem, dat mag, want dat ga je altijd krijgen. Maar wij moeten zorgen dat ze geen gelijk hebben. Dus nogmaals, tenslotte, wij gaan, u heeft een kwestie hier gehoord. Van op de ene dag, dat hebben wij niet afgesproken. Maar we zijn bereid, wie wat zei dat? We zijn bereid om dat aan de orde te stellen. Om dat uit te werken. Maar dat hebben wij gisteren niet afgesproken. We hebben het wel geïndiceerd. Maar we hebben dat niet afgesproken. En we wensen geloofwaardig over te komen. Nogmaals, wij gaan morgen... de zaak normaliseren. En we doen op een beroep om niet teleurgesteld te raken, want wat voor zin heeft het om je te pressen, om te gaan aan het werk en je raakt teleurgesteld in ons. Wij gaan het niet belazeren, wij gaan door. Blijf de zaak volgen en corrigeer ons waar nodig. Maar geef ook gehoor wanneer je het nodig hebt. Ten slotte zal ik aan Merdit vragen, aan Jolanda vragen, om het bestuur van syndicaat USA-Stree aan u voor te stellen. En nogmaals, het syndicaat is ondergebracht in de ABO. Dank u wel. Nogmaals, goedemiddag. Ik ben de trekker van het syndicaat, mevrouw Gerdijk Jolanda. En naast mij heb ik mevrouw Meredith Hoofddorp, ondervoorzitter. Naarden Marciano, ondervoorzitter. Mevrouw Helling Sersson, penningmeester. Meneer Van Dillenburg. Neda's Korpsleden, secretaris. Mevrouw Roger, secretaris. Alkman Mianta, secretaris. Mangal Singh Surat, secretaris. Randy van Dillenburg, penningmeester. Jurel Shenin, PO. Ik ben mevrouw Martin Uvrasia, secretaris. Ik ben mevrouw Bolle en ik ben secretaris. Lorraine Fidé, secretaris. Meneer Woodley, commissaris. Oké, mensen, een applaus voor het bestuur.
We hebben bij ons hier een term. We hebben een term en die term zal je bij mondjesmaat buiten pers krijgen. We gaan nu naar locatie. Tweede strijd! Minosa Vrede! Tweede strijd! Minosa Vrede! Oké, dus we strijden door via locatie. Welke locatie? Onbekend. Dat is het geheim. Waar gaan jullie? Zo, mensen. Als u even luistert. Hebben jullie allemaal de presentielijst getekend? Heb je geregistreerd? Heb je lidmaatschapkaart al? Zo, dan willen wij u bedanken voor het aanwezig zijn. En als er nog vragen zijn, dan mag u even nablijven. Abo, Visa Street. Ja, wie is de voorzitter is mevrouw Kerdeek. Gobbers van Starnieuws. Ja. Ik ben de voorzitter van. Zo, we hebben een probleem met het statief. Ja, staat u maar weer waar u was? Staat u maar weer waar u was? Ja. Voorzitter van Visa Stree, het syndicaat. Is dat de voorzitter van Visa Stree, het syndicaat? Het syndicaat Visa Stree, ja. Voorzitter, mogen we nog een keer uw naam? Ik ben mevrouw Kerdijk Jolanda. Juf Jolanda. Dus wat wordt het nou precies? Morgen gewoon weer naar het werk om de inderdaad? Ja, morgen gaan we lekker werken. We hebben een gesprek gevoerd met de voorzitter. En hij is bereid ervoor te zorgen dat de gesprekken met de voorzitter van de KOL weer worden opgepakt. Dus meneer Blanker gaat voor ons dan verder onderhandelen. Dat is hem. Dus dan, als hij bereid is wat voor ons te doen, dan zijn we bereid naar school te gaan. Dus voorlopig geen acties? Voorlopig niet. Voorlopig niet. Voorlopig niet. Maar men moet wel weten dat wat wij gevraagd hebben, wanneer meneer Blanker gaat onderhandelen, dat men toch met een redelijk bod komt. Dat is wel belangrijk. Want wij beloven niet dat we niet meer gaan staken. We verwachten gewoon dat men eigenlijk toch gaat kijken wat ze voor de leerkrachten kunnen doen. Een vakbondsleider en de minister van Buitenlandse Zaken spreekt van terrorisme. Nou, ik heb drie begrippen gehoord. Ik heb terrorisme gehoord, ik heb criminelen gehoord en ik heb drugs, hoe noem je dat? Mensen, nee, geen drugsverslaafden. Drugsdealers gehoord. De naam, het syndicaat. Ik zou niet weten waarom hoor. Maar ja, kijk, wanneer mensen wijs zijn om deze begrippen te gebruiken, dan moet je ook gaan kijken waarom ze die link geplaatst hebben. Want als je minister bent en je noemt een leerkracht terrorist, dan ga ik verder nadenken. Misschien is hij niet verder na gaan denken, maar wij wel. Dus wat wij kunnen zeggen, is dat hij gewoon zijn woorden terugtrekt. Want we willen niet op het pad van hem komen.
dat pad dat hij zich eigenlijk heeft begeven, we willen daar niet komen. Dus laat hij zijn woorden gewoon netjes terugtrekken. Hij heeft misschien het geld om zijn kinderen, kleinkinderen weet ik veel, te sturen naar het buitenland. Zodat ze niet hier op school hoeven. En niet door de handen van de leerkrachten hoeven te gaan. Ik ben blij voor hem. Maar we vragen toch dat hij zijn woorden terugtrekt. Nou, niet echt. Het belangrijkste is dat we weer gaan werken. En we gaan ons huiswerk maken. Om terug te komen. Indien zaken niet gedaan worden. Yes. Dit is het duidelijk. We gaan dus wel over onderhandelen, maar ik wil niet de indruk wekken. Ja, het is gewoon een Nee, maar we begrijpen het. Okay. Weet je, we zijn eenmaal leerkrachten, we begrijpen het. Okay. Ja. Nou, maar niet alle leerkrachten begrijpen altijd nee, alles. Nee, ze begrijpen het niet. Ja, we want Tamara naar korte zaken. Ja, korte zaken. Wat hebben we dan? Meneer Blanker. Meneer Blanker. Hi. Zo, meneer Blanker, gaan ze morgen terug naar school of moet het nog besproken worden? Als ze nog school gaan, moet het nog besproken worden? Om de ene dag? Nee, we hebben juist gezegd dat we geen afspraak hebben met de intermediair, met de middelaar. We hebben geen afspraak voor om de ene dag. We hebben wel, kan ik toevertrouwen hier, want als ik dat zou zeggen in de minuut, dan zou ik proberen. We hebben wel dat erop gewezen dat er een regeling is dat voor de... daarvoor in aanmerking komen de groepen. En daarvoor in aanmerking de groepen zijn de mensen die regelmatig moeten betalen. Busgeld, daar gaat het om. Maar dat moeten we nog overleggen. U zei iets van, u heeft minister Ramdin en een vakbondsleider, ze spreken van terrorisme over die acties. Ja, ik heb daarbij gezegd dat die op adelaarsjaag en dat doen wij, die ziet niet om naar muggen. Ja, en muggen of naar mussen, dat maakt niet uit. En dat wil zeggen, als je zegt mussen, dan weet je gewoon even vergelijken met vermoesu. Dus ik ben ook zoek een beetje akka, minolas meteen. Maar bovendien heb ik ook gezegd, want dat lokt u uit. Ik heb ook gezegd van, meneer Ramdin moet de laatste zijn. Want we twijfelen aan zijn intelligentie. Dat hij Suriname te schande legt bij het kiezen van een ambassade. Ja? Waar hij ons onbetrouwbaar laat overkomen in de maatschappelijke en internationale wereld. Ik heb toen ook gezegd van hoe dat ding, waar de PGM moet oppakken. Ja? Bij die corruptieschandalen Surfin. Ja? En bij die Italiaan, ja, laat hij in orde maken. En wat zij dat betreft, heb ik gezegd dat ik me niet kan indenken, het verkopen van een vakbondscentrum, dat moet op een algemene vergadering gebeuren. En je niet ons op te roepen. En we zijn lid, ook zijn ook lid van de moederbond als Bond Tapu. We hebben contributie betaald. En onze contributie is achterover gedrukt. Ja, laat hij zich daarmee bezig houden. En bovendien, sinds wanneer onderhandelt hij de verlansingaar? Dank u wel.
was, is het juist.